Oké, grappie, dat zijn er. Ja, spannend. Ah, alles gelukt, alleen hopen ze geen zeik hebben of zo. 1 uur en 3 kwartier later. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En ik ben Joost. En naast ons staat David. En David moet verhuizen. Stel jezelf even voor, David. Ik ben David, jullie stagiair. We hadden vorige week Floris en dit keer hebben we David. Nou, nu ken je ze allemaal. En David moet verhuizen. David heeft een probleem. Vertel. Ja, jullie geven me niet genoeg stagevergoeding voor om te verhuizen voor dat een busje. Klopt. Ja. Dat klopt. En we geven je ook niet genoeg stagevergoeding voor een normale inboedel, zo te zien. Je hebt niet heel veel dit is echt de treurigste inboedel die ik ooit heb gezien, David. Maar ja, je hebt dus geen 100 euro om een busje te huren waarmee je kan verhuizen. Dus gaan wij helpen, hè, als lieve stagebegeleiders, hoe we dat graag kunnen regelen. Ja. De Opel dealer zit achter ons. Ja. Daar kunnen we al een busje vinden. Maar heb jij een rijbewijs bij je? Een proefritje aanvragen. Ja, Joost, ik heb mijn rijbewijs bij je. Maar jij zou rijden, dus waarom vraag je mij dit? Want ik hem heb vergeten. Ja, dikke vinger voor ja, mij. Ja, dus jij gaat worden. Sorry. Serieus? Ga je het zo doen? Ja. Echt? Ja, zo spelen we tegenwoordig. Oké, nou, ik ga dus het busje huren. En dan, ja, mogen natuurlijk die auto heel veel meenemen. Maar ja, normaal gesproken moeten we een half uur terug zijn. Ik denk dat we iets langer bezig zijn. Ik denk dat we wel 2,5 uur nodig hebben. Joost, mijn portemonnee is weg. Geen grap? Leugenaar. Ik zweer het je, kijk maar. Leugenaar, is het echt zo? Ik zweer het je, mijn portemonnee is weg. Want ik probeerde jou te naaien. Je hebt hem wel. Mijn portemonnee is echt weg. Oh shit, die ligt nog op kantoor dan. Maakt niet uit, ik kan dus nog de auto hier. Probleem hoor. Joost, als jij een busje gaat huren, ja, dan weet je vaak ook wel een beetje wat je wil. Hoeveel kubieke vierkante meter? Oh, dat is wel iemand die daar al bezig is. Dit ziet er groot goed uit. Ja, ik hoop alleen dat die rekken erin passen zo. Ja, we kunnen dat proberen en even een proefje maken. Zouden wij, ja, we moeten even naar kantoor dan. Ja toch? Wacht toch? Je hebt een proefje maken. Ja, dat kan heel graag. Ja, is goed. Ik hoop dit graag. Hey, hoe lang kunnen wij de borden dan even naar aan? Ja, officieel maximaal een uur. Ja, maar dan als zo'n procedure zo dicht dan gaan we even op de fiets zetten, toch? Ja. Oké, nou, normaal doen we nog. Dit wordt soepel. Hij denkt, ik heb de makkelijkste kopers ooit. Nou, het busje is gefixt. We hebben een uur. Misschien iets meer. Maar ja, het is Joost's handtekening. Dus mij boeit het niks. Oké. Allemaal even één ding pakken, dan zijn we er al. Zoveel inboer is er nou. Ik was aan het trappen in een korsa. Ben gelijk op money als ik korsta. Maar oké, Joost, hey. We zijn er klaar voor. Tenminste, we zijn onderweg alweer. Hoe lang is de rit? 15 minuten. 15 minuten. We zijn nog 15 minuten terug en we zijn al zeker al een kwartier bezig. Ja, we gaan wel te laat aan het uur komen. Ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat is een probleem. Ja, toch? Hobbel! Ah, oké, Davy, we zijn er. Nog één hobbeltje. Oh, sorry. Gozer. Hey, hoe is vriend? Kom erbij, joh, je bent zo nieuw of zo. Oké, laten we eventjes alles even eerst hier neerzetten. Hey David, ben jij blij of wat? Ik ben blij. Ja, je bent eigenlijk thuis. Officieel, toch? Wij moeten alleen even die bus springen. Hoop dat het geen gezeik is. Heb je ooit zo'n leuk stage gehad? Oh ja, het is een leuk stage. Mooi. Top. Gaan wij even door. Later. Jezus, nou, heb je hem al ballen? Nee. Oké, grappie, we zijn er. Ja, spannend. Ah, alles gelukt, alleen hopen ze geen zeik hebben of zo. 1 uur en 3 kwartier later. Oké, okay. Kijk, past het niet en zijn we allebei ontevreden. Hey. Hoe was het? Ja, leuk, dankjewel. Ja, een klein beetje spits. Dus we hebben al iets langer op ring. Maar die rekken die passen net niet. Die passen net niet. Nee. Dan moeten we lengte 2 kijken. Ja. Nee, dat is ook stom dat we die dingen niet hebben opgemeten. Nee.
Zullen we... Maar dat is mee inschatten. Ik denk dat hij ons ook past. Kom maar, laten we even naar boven gaan. Dus ja, is goed. Helemaal mooi. Is goed. Fijne avond. Ja. Thanks. Dag man. Hoi, hoi. Dankjewel voor je hulp. Oké. Yo. Nou, dit was weer een truc. Een best wel productieve dag. Ja, weer toch? Een merk die niet meer met ons wil samenwerken. Namelijk Opel. David's stagevergoeding in één klap betaald voor de rest van het jaar. En echt ruim 100 euro bespaard wat je minimaal zou hebben als je het zou huren. Ik zeg, geslaagde dag. Jonge, top item. Ja, maar vond jij dit een leuke video? Heb jij gelachen? Doe een duimpje omhoog. Liefzaam in de comments. En volgende week zijn we gewoon weer terug. Dus gewoon weer kijken. Maar voordat we weggaan. Hey, voor alle kijkers toch? Oh ja, tuurlijk, we hebben een mixtape. Snap je? Als je een keer denkt Spotify, tientje vind ik te duur. Wij hebben gewoon een gratis mixtape voor je uur lang. Alleen maar goede muziek. Kijk even in de beschrijving. Ja, en daar staat alle informatie. Later! Later!